Met het opgaan van de jeddere kleuterkweek in de Pabo is de neffens leraren een soort kennis verlengd. Ik had het idee dat de kennis van de manier waarop je met lietse ben omgaan moet en waarop de kennis oorbracht wordt in, boetje in de wij vooral, dat dat misschien een beetje voortzakken is. En dat is nou correct wat de nieuwe studenten graag leren willen. Ik hoop meer kennis te krijgen, meer in de literatuur te kunnen verdiepen. Maar ook dat ik zelf wat beter kan beargumenteren waarom ik het zo doe en niet zo. Ik had de Pabo dingen, de gewone Pabo's is maar, daar is een stukje onderbouw, maar net echt specifiek kleuters. Op de opleiding leren de masters en juffen van groep 1 en 2 ek hoe ze minder druk op de bern lizzen moeten. Het bern moet tijd hebben. Wij moeten wijs zijn met die tijd dat bern een bern is. En we moeten nog net de tijd beginnen met het bern te pushen dat het sneller groeien moet. Want dat is het. Als je gas zit in de tuin, dan ga ik net alle dagen dat stukje gas omhoog lopen, want dan jattelt er net. Nou, en zij is het eigenlijk met die jonge bern. Ik neem de bern mee op een reis door de wereld. Wie beleven van alles, wie zien van alles, wie ontdekken van alles, wie bladje mij elkaar. En ondertussen hou ik me eens een heleboel leerd. En ik zie het net zo van, ik ging voor de klas zitten en ik zei, joh, wat leer ik je mijn cijfer? Dit sasje het eruit, we gaan het even oefenen. Je doet het al hier even naai. En wat hebben we nou leerd? Cijfer 2. Maar net zo wijzen dat wij het lesjaar van al groep 3, dat we dat dus verskoen, ik naar groep 1 en 2. En dan zitten we, ja, de kleuters, de aandacht, de tijd, de aandacht voor kleuters, maar waar we omkomen.